is mijn co-assistent, die kijkt mee, je moet het vak leren. Even kijken, u bent nog nooit geweest voor een SOA-test? Nee? Oké, okay. Even uw broek uit, onderbroek, legt u dat daar neer en gaat u daar op het bed, op het randje van het bed, even zitten. Dus ik doe wat de dokter zegt. En ik zit er op het randje van het bed, nog steeds niet helemaal op mijn gemak, ondanks een mannelijke arts. Want ik heb dat niet vaak, in een te klein kamertje, twee mannen in een witte jas. En ik zit daar half naakt, op dat papier, met slapdoula. Die... En je moet hem mijn naam geven als hij slaapt. Slaapdoula, kan ook natuurlijk. En de dokter die komt op me aflopen zo. En die doet... En zonder dat hij even dit doet, weet je wel. Of even warm maken met water of handschoenen aan. Nee, helemaal niks. De dokter pakt in één keer zo. Hop. Mijn toeter vast. Er zit er één van acht, jongens. Toeter. Raoul, hij pakt zo mijn toeter vast. Ja, pak zo mijn toeter vast. Pak zo mijn toeter vast. Ja, pak zo mijn toeter vast. Pak zo mijn toeter vast, Raoul. Mijn trompet, trompet. Ik zag laatst een toeter, dat ziet er niet uit, maar een trompet. Pak zo mijn trompet vast en hij doet... Hij heeft een grap, maakt dan. Wow, 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 Raoul, wat kan ik doen ervoor? Zo, zo, ik laat hem. Ja, hoger, hoger, hoger. Ja, oh, zak ik hem mee. Oh, god. Nee hoor. Dus hij kijkt zo en kijk, stagiaire Florisjan, die is naar de kast gelopen. Die haalt uit een potje een wattenstaafje. Gewoon een wattenstaafje, weet je waar je oren mee schoonmaakt. Nou, die geeft hij aan de dokter. En ik dacht, wat gaat de dokter doen? Met een wattenstaaf. Serieus, dat dacht ik echt. Ik denk, die gaat iets erop aanstippelen. Of iets kruisen. Weet, ik heb dat nooit gezien. Maar de dokter, heren, gaat met het hele wattenstaafje in één keer zo... in die mond van die trompet zo, zo. Poing! En ik denk, kan daar wat in? Dat wist ik niet. En hij begint te roeren. En ik denk, kun je daar roeren? Hoe dan? Alsof hij koffie aan het drinken was met Florisjan. Ja, nee, dat klopt. En dat roeren, mannen, dat brandt en doet pijn. Ik zeg, auw. Ja, het doet heel even pijn. Auw, dokter, wacht even. Auw, 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 auw. Wauw, dokter, wacht. Auw. Plop, en haalt hem zo er weer uit. Oh. En dan geeft hij maar Florisjan. Die moet hem in een buisje stoppen, dopje erop. En dan wordt opgestuurd, want dan wordt onderzocht. Maar Florisjan laat het wattenstaafje onderweg vallen. Auw, shit. En de dokter zegt, nee, nee, die kunnen we niet meer gebruiken. Pak even een ander, ja. Zo gebeurt het. Dankjewel, dan gaat hij weer even, heel even, heel even, heel even. Ah! Oh! Oh! Wow! Hou vast, Robert-Jan. Floris-Jan. Malle-Jan. Dopje erop, doe het dopje goed erop. Zo ja, amateur. Dokter, klaar? Nee, nee, meneer Mali, nog één test. Oh. Dit keer komt kijkstagiaire Floris-Jan aanzetten, mensen. Ik kan het niet omschrijven, maar het was zo een wattenstaaf. Ik overdrijf. Zo. Die ken ik niet als wat. Ik ken ze als lucifers. Van die houten dingen met lucifers. Als je een open haard hebt en die moet je op afstand aansteken. Die ken ik. Maar zo'n ding met watjes eraan. En ik denk, maar ik denk, nou dat kan niet. Ik moest echt lachen. Van de zenuwen. Ik zei, dokter, kom op nou. Hoe lang bent u arts? Nu ziet toch iets wat zo groot is, daar niet ingaat. Ja. Het is voor achterin, dan zien ze niet goed. Als het zo groot is, daar niet ingaat. Maar de dokter vond van wel. Die pakt dat ding in, die houdt die trompet stevig vast. Nou, ik kon niet meer kijken, ik draaide, ik deed mijn hoofd weg. En op dat moment dat hij me erin wil steken, kijkt mijn trompet even omhoog. Die doet... Oh. En die dokter was in gevecht met dat ding. Die zei, nou, verdik me, hij werkt niet mee. Ik zei, nee, vind je gek? Die dokter heeft van alles geprobeerd. Van je ras, 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 rijdt koning door de plas. Van je pop. Er komt Florisjan erbij staan, dat is namelijk een truc in het ziekenhuis. Hou ze je mond dicht. En je neus. En dat is een truc, want op een gegeven moment, als je dat lang genoeg doet, dan gaat er vast ergens een gaatje open in het lichaam. Rappa, 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 rappa. Plop, bang! Ik kon geen woord meer uit. Meneer Amhali, we zijn klaar. Ja. Je kunt zich omkleden. Ik kon ook niet meer rechtop lopen, ik moest zo naar huis. Doe ik zeg, meneer Amhali, over een week heeft u de uitslag. Nee, niet bellen, u moet hem hier ophalen. Dag. En ik loop zo het ziekenhuis uit. En ik hoor Mo zeggen, en doet het pijn?
En ik was die dag, ik was in een andere stad, ik moest met de bus naar het Centraal Station. En dan sta je met de bus te wachten, dan komen er mensen bij je staan. Zoekt u iets? Wat? Er kwamen schoolkinderen voorbij, die deden bokjesprong op mijn rug. Oh man, wat een pijn jongen, zo wat is. My god. Maar wil ik de mannen hier niet ontmoedigen in de zaal. Het is toch af en toe wel veilig dat je even checkt. Maar tegenwoordig heb ik gelezen, het hoeft niet meer met die... met die stokjes, met die... Weet je, tegenwoordig gaat het gewoon met een beetje urine in een potje en dan kunnen ze het controleren. En ik dacht bij mezelf, ja, maar waarom deden ze bij mij nou met die stokjes? Waarschijnlijk had die dokter ook gezien. Hé, dat is toch die grappenmaker aan Mali. Floris Jan, kom eens even hier. Die gaan we even aanpakken. Wij doen de wattenstaaftest. Oh ja, dokter, dat is leuk. Ja, dan laat jij hem één keer vallen, Floris Jan. Zeg, dokter, zal ik dan niet langer doen waar we die paarden mee testen? Ja. We pakken hem even aan. Je krijgt ook een heel klein gesprekje vooraf, dat was ik vergeten te vertellen. Maar dan vertellen ze namelijk, stel dat ze iets vinden, dat je een geslachtsziekte hebt. Dan is de bedoeling dat je zo snel mogelijk degene opbelt met wie je het laatst seksueel contact hebt gehad en het vertelt. Dat is belangrijk dat die zich ook laat testen, weet je wel. En het zijn geen leuke gesprekken, dat weet ik ook wel, maar het moet gebeuren. Dus je moet diegene opbellen. En dat zijn slecht nieuwsgesprekken, weet je wel. Het kan zijn dat hij het heeft of niet heeft. Of... En dat, oh, maar dat gesprek leek me zo vreselijk als je dan moet bellen. Hallo met Jan. Hey Jan, is Miranda thuis? Nee, die is met de kinderen naar Artes. Oh, dan bel ik vanavond en weer terug. Jo, doei doei, doei. Of hem, en dat je het hem moet vertellen kan ook. Of hun, of het, of... Hey, ja het, mensen doen gekke dingen, sorry, echt waar. Waf, waf, hey, hey, ja. Is die hond van u? Ja, luister even. Nou,